vorige filmpje ging over buffers, wat het zijn. En dit filmpje gaan we aan het werk. Dus we gaan rekenen. Ik heb twee voorbeelden en daarna ga je zelf aan de slag. Het voorbeeld is, ik heb een azijnzuuracetaat bufferoplossing met een pH van 4,17. En ik wil weten wat de verhouding is tussen de hoeveelheid azijnzuur en acetaat. En natuurlijk heb ik het dan over de molverhouding. Goed, ik heb heel veel werk gedaan in mijn vorige filmpje. Dus we hebben het natuurlijk over dit systeem waarin ik azijnzuur heb. Ik heb acetatenionen. Ik heb al een evenwichtsvoorwaarde gemaakt. Dus die schrijf ik hier nog een keer op. Dus de KZ, weet ik, van azijnzuur is 1,7 x 10 tot de macht min 5. Ja, en waarom gebruik ik deze KZ en niet de KB? Nou, dat is natuurlijk omdat ik H3O plus ionen heb. Ga je met een buffer werken die een pH hoger dan 7 heeft, dan moet je met de KB werken en dan staan hier natuurlijk OH-ionen. Gaan we straks thuis doen. Goed, 1,7 x 10 tot de macht min 5. Ja, boven de breukstreep in de teller staat acetaation, H3O plus ion en onder de breukstreep als noemer staat azijnzuur. Oké. Als we deze formule even ombouwen, dan staat H3O plus boven, dat delen we door de KZ. En dan zie je hier mijn azijnzuur en acetaat. En dat gaat mijn verhouding natuurlijk bepalen. Ik deel deze twee door elkaar, die H3O plus concentratie kan ik natuurlijk berekenen uit de pH. Dat is 6,76 x 10 tot de macht min 5. Dat deel ik door 1,7 x 10 tot de macht min 5. En dat is afgerond 4. Dat betekent dus 4 is 4 eenden, dus azijnzuuracetaat is 4 staat tot 1. Dat is dus ook de molverhouding. Voorbeeld 2. Oké, men maakt een bufferoplossing door twee deeltjes weer bij elkaar te doen. 0,12 mol azijnzuur en 0,056 mol natriumacetaat. Dat lossen we op tot 1 liter. Even lekker makkelijk, ja, want dan kan ik heel makkelijk ook de concentratie bepalen. Je ziet hier dat natriumacetaat, dat is een zout. Ja, natrium, het metaaldeeltje, acetaat, het niet-metaalion in dit geval. Ja. Dus, maar dat natrium en dat acetaat, dat zit één op één in deze zoutformule. Goed onthouden, ja, want het kan zomaar zijn dat jouw geconjugeerde base hier als twee- of drievoudig in die zoutformule zit. En dan moet je daar dus met je berekening rekening mee houden. Oké, we moeten de pH weten. Ik heb weer dezelfde, hè, dat is wel zo fijn in mijn voorbeeld. Ik heb hetzelfde acetaat, ik heb hetzelfde azijnzuur. Dus ik heb die evenwichtsvoorwaarden gewoon nog een keer hier opgeschreven. En ik bouw hem weer opnieuw om. Dat kan je volgens mij kan je dat ook als je in 5 VWO zit. Zodat H3O plus concentratie vooraan staat. En dat is de KZ min de verhouding tussen azijnzuur en acetaat. Oké, dan gaan we alles invullen wat we hebben. En ik heb de KZ, ik heb de twee concentraties in mol per liter. Dat is 1,7 x 10 tot de macht min 5 weer. Keer de breuk 0,12 delen door 0,056. Daar komt dus uit 3,64 x 10 tot de macht min 5 mol per liter. Heb ik er niet bij gezet. Bad. Ja. Is mijn concentratie H3O plus ionen. Daar kan ik een pH uitberekenen. En mijn pH is 4,44 zoals je ziet. Oké, wat zien we hier nou? Dat beide buffers zitten dus niet op die ideale 1 op 1 verhouding. Ja, we hebben hier een 4 op 1 verhouding en we hebben hier een 2 op 1 verhouding. Dat gaat vaker zo zijn, want soms willen we toch een bepaalde buffer maken met een bepaald zuur, een bepaald zwak zuur en een bepaalde geconjugeerde base. Dan willen we per se die gebruiken omdat die bijvoorbeeld goedkoop is om te gebruiken. Of dat we die hebben we heel goed voorradig. En dat betekent dat we die verhoudingen, dat die verder van die 1 op 1 komen te liggen. Maar ja, als we wat meer ervaring hebben, dan zullen we in het lab leren ja, dat een 1 op 3 of 3 op 1 verhouding nog voor de proef die wij willen doen, prima te doen is. Oké, dus allebei geen 1 op 1 verhouding. Wat gaan we nu doen? Ja, we gaan een bufferoplossing maken van 9,5. De pH is 9,5. Wat moeten we gebruiken? We gebruiken ammonia en ammoniumchloride. En ik wil graag van je weten, wat is de molverhouding? Ga er lekker mee aan de slag. Onthoud dat in plaats van H3O plus concentratie in die evenwichtsvoorwaarden hebben we natuurlijk een OH min concentratie. En als je dat doet, hebben we ook geen KZ. We hebben een KB. En voor de rest is hetzelfde riedeltje.
Ga ermee aan de slag voordat je in de comments beneden kijkt waar het antwoord staat. Goed, heel veel succes. Stel mij vragen. Misschien wil je subscriben. Ja, ik hoor graag van je. Dus laat wat van je horen. Succes. Dus ik heb twee voorbeelden hoe je de buffers, hoe je...